Dank je. Siebe staat een beetje te dollen met Colin Seedorf. Hij vindt dat hij die fles van de Personato Man of the Match heeft verdiend. Ja, eigenlijk wel. Scoort hij 1-0, hij beslist de wedstrijd. Ik ben blij dat ik hem in ontvangst mag nemen, maar ja, voor hetzelfde geld kon hij het zijn. Je hele team was eigenlijk goed, maar oké, hij scoort aan dat doelpunt. En ik denk wel dat ik deze fles aan hem ga overhandigen, want ja, ik vind dat hij die 1-0 maakt, dat hij ons in die wedstrijd laat winnen, zeg maar. Dus ja. Waarom denk je dat de supporters van jou hebben gekozen? Ik denk wel dat ik heel veel duels heb gewonnen. Ik speelde ook niet tegen de makkelijkste spits, denk ik, in de competitie. Komt over een eredivisie ook. Dus ja, ik heb redelijk wat duels gewonnen. En ja, ik was gewoon scherp vandaag. Voetballend kon het wat beter voor mij, maar oké, ja, ik was scherp. En ik denk daarom dat de supporters wel voor mij hebben gekozen. Ja. Eerst zelf ging het aardig op en neer. Voor mij kreeg nog een aardige kans, maar ook aan de andere kant. Ja, zij kreeg ook wel in de eerste helft wel een paar kansjes, denk ik. Maar de tweede helft gingen we er gewoon over, denk ik. Ja, ze kwamen bijna niet meer over de middellijn, zeg maar. En we waren gewoon beter. En we hebben verdiend gewonnen. Dus ja, daar kan ik niet veel over zeggen dan. Ja. Den Bosch al sinds september niet meer verloren. Eindhoven de vierde winst op rij. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Voetbal blijft voetbal, denk ik. Dus iedereen kan tegen iedereen winnen. En kijk, ja, vandaag waren wij gewoon scherper als hun. Dat wisten we op voorhand. Zij gingen scherp aan de wedstrijd beginnen. Wij moesten ook scherp aan de wedstrijd beginnen, zelfs nog scherper. En dat hebben we gedaan. En daardoor halen we de winst binnen, denk ik. Ja. Vrij weekend. Vrij weekend.